Kapitaal, economisch gewin, de drang tot overheersing heeft een harde stem. Vaak veel luider dan de stem van de zachte krachten. Van de oproep tot rechtvaardigheid. Tot werkelijke zorg en aandacht voor elkaar en voor onze aarde. De balans tussen deze twee krachten lijkt verstoord. Hoe en waar kunnen we een nieuw evenwicht hervinden? We kijken vandaag naar de Bijbellezingen voor zondag 12 november 2023. En we overdenken raakvlakken met ons eigen bestaan. Het thema van deze aflevering is balans van man en vrouw. Uit het boek Wijsheid. Het Bijbels begrip voor wijsheid, chokma, komen we in Amsterdam tegen als gochem. Daar vaak gebruikt voor iemand die uitgekookt en wat slinks handelt. In de Bijbel gaat het juist om rechtvaardig handelen. Het boek is waarschijnlijk geschreven in de laatste eeuw voor het begin van de christelijke jaartelling. De wijsheid wordt hier beschreven als een vrouw. 8 keer staat er haar, 5 keer ze of zij. De wijsheid wordt gezocht als een geliefde, als een begeerlijke jonge vrouw. Vrouwenwijsheid zoekt haar vereerders net zo hard zelf ook, vindt hen vaak, zelfs eerder dan dat zij haar vinden. Het is goed om vrouwenwijsheid te zoeken. Wie het hoofd pijnigt over hoe haar te vinden, die zal haar spoedig inderdaad aantreffen. Uit het Evangelie volgens Matteüs. Vorige week hebben we een begin gemaakt met het lezen uit de reden van Jezus over de eschatologie, over de laatste dingen op deze aarde. Onze tekst vandaag begint in de tegenwoordige tijd, het is. Maar feitelijk staat in de Bijbelse tekst, dan zal het zijn, toekomstige tijd. Want het Rijk der Hemelen is er nog niet. We vertrouwen dat het toch ooit mag gaan komen. Het hoogtepunt van een bruiloft was in Jezus' tijd het moment dat de bruidegom de bruid naar zijn ouderlijk huis kwam brengen. Daarbij werden ze verwelkomd door meisjes die een fakkeldans uitvoerden. Vandaag zullen 10 meisjes die dans gaan doen. 5 domme meisjes en 5 verstandige. In de Griekse tekst staat voor die domme meisjes morai. Smakeloos of dom betekent dat. En voor ons verstandig phronimoi, voorzichtig of verstandig. De domme meisjes nemen geen olie mee voor hun lampen. Olie als brandstof die licht en warmte kan geven als het nodig is. Maar in de Bijbelse termen is olie ook datgene waarmee iemand door zalving geheiligd wordt. Aangewezen als bijzonder mens die gerechtigheid en rechtvaardigheid belichaamt. De verstandige meisjes dragen dus ook de mogelijkheid tot rechtvaardiging mee in hun kruiken. Op de komst van de bruidegom moet gewacht worden.
en dat wachten duurt langer dan ze dachten. De meisjes vallen in slaap. Maar opeens klinkt er geroep. De bruidegom is in aantocht. Dit sluit aan bij de komst van Jezus aan het einde, wanneer het Rijk der Hemelen aan zal gaan breken. Niemand kan voorzien wanneer dat zal zijn. Daarop moet geduldig gewacht worden. De meisjes gaan direct tot actie over. De lampen worden aangestoken. Maar daarvoor willen de 5 domme meisjes olie lenen bij hun slimme zusters. Maar die zijn met recht verstandig. Hoewel de bruidegom op de komst is, weten ze nog steeds niet hoe lang alles gaat duren. Er moet genoeg reserveolie blijven voor het geval dat het toch weer wat langer duurt. Dus de 5 onverstandige dames moeten hun problemen zelf maar gaan oplossen. Terwijl zij onderweg zijn om alsnog olie te kopen, komt de bruidegom bij het huis aan, gaat samen met de 5 verstandige meisjes naar binnen. De deuren gaan op slot en het feest barst los. Als de 5 domme meisjes nu met olie bij het huis aankomen, treffen ze de deur stevig op slot. Ze kloppen aan, maar de Heer des huizes wil ze niet kennen. Ze komen er niet in. Ze kunnen niet meedoen op dat feest. Dan voegt Matthäus nog een regel toe. Een min of meer losse opmerking van Jezus tegen zijn leerlingen. Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. En daarmee verwijst Jezus weer naar zijn wederkomst aan het einde der tijden. De man heet het sterke geslacht te zijn. Gemiddeld genomen heeft een man een sterker lijf dan een vrouw. Meer spierkracht om zware lasten te tillen. Meer kracht om in de strijd te werpen. Maar dat tastbare lichaam is niet het hele verhaal over de mens. God heeft inderdaad eerst het lichaam van de mens gemaakt, geboetseerd uit de klei van moeder aarde. Maar daarna kwam het belangrijkste. God blies de mens de levensadem in. Zo werd de mens een echt levend wezen. Pas na die inblazing is de mens letterlijk geïnspireerd geraakt door God. Door die inspiratie is naast dat fysieke lichaam een tweede aspect gegeven aan de mens. De mens heeft een eigen geest gekregen. De mogelijkheid eigen gedachten te vormen. Geïnspireerd te worden tot nieuwe ideeën. In de eerste lezing uit het boek Wijsheid wordt dat inzicht, wordt het menselijk kennen als een vrouw beschreven. En de vrouw wordt vaak bijzondere intuïtie toegeschreven. Zo bezien heeft dus elke mens 2 dimensies, mannelijk en vrouwelijk. En zo staat het ook in het scheppingsverhaal. Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mensen. Hoe ziet mijn mannelijke kant eruit? Hoe is mijn vrouwelijke kant?
Hoe is mijn balans tussen man en vrouw?